In deze video laat ik je de apps How to Draw zien. Met deze apps kunnen kinderen leren tekenen. Er is een app met prinsessen en bloemen, met piraten en dino's en eentje met katten. Als je in de app komt, zul je zien dat je een leeg schetsboek hebt. Je kunt dan kiezen wat je wilt gaan tekenen. In elke app zit je twee gratis voorbeelden. De andere zul je moeten kopen. Dit kun je doen door een in-app aankoop. Voor 2,99 heb je alle voorbeelden. Je kunt dan zelf uitkiezen welke prinses, bloem of iets uit de stad je wilt tekenen. Je hebt allemaal verschillende prinsessen bijvoorbeeld. Ik kies deze uit. De app zal steeds voordoen wat je moet gaan tekenen. Je kunt een kleur kiezen met welke lijn welke kleurlijn je gaat tekenen. Ik heb het even versneld afgespeeld. Maar je ziet dus steeds een roze lijn en daar overheen maak jij een zwarte. Op de tablet kan je steeds inzoomen. Dat is erg handig, want hierdoor kan je preciezer werken. Het mooie is dat kinderen natuurlijk niet alleen leren tekenen op de tablet. Wat je kunt doen, is stap voor stap dit natekenen op papier? Zo leren kinderen het eerst op de tablet te doen, deze doet het voor, en hierna kunnen kinderen stap voor stap zelf een prinses of een bloem tekenen. In de klas gebruikte ik eerder altijd van die boeken waar ook in stapsgewijs in stond hoe je het moet tekenen. Voor kinderen is dit echter duidelijker. Het wordt netjes voorgedaan met het potlood welke lijn ze moeten tekenen. Naast de prinsessen en bloemen heb je ook eentje met piraten en dinosaurussen. Dit is een andere app en deze zul je dus ook opnieuw voor 2,99 euro moeten kopen. Denk dus goed na voor je een app aanschaft. Je ziet hier dat ik een piratenschip heb getekend en daarna ga inkleuren. Je kunt er ook nog allerlei dingen naast tekenen natuurlijk. Ook is het erg leuk om een dinosaurus te tekenen. Dit spreekt kinderen altijd erg aan... En het is helemaal gaaf om deze zelf na te kunnen tekenen. Mijn favoriet is de katten. Hierbij heb je iets meer mogelijkheden. Er zijn een aantal gratis katten en een aantal waarvoor je een euro moet betalen. Dus dit is minder duur dan de andere twee apps. Maar het werkt op dezelfde manier. Je kunt de katten overtrekken en. Hij doet steeds voor wat je moet doen. Uiteindelijk kan je hem inkleuren en komt hij in het schetsboek te staan. Deze app kan kinderen helpen om te leren tekenen en zich te kunnen uiten. Een echte aanrader voor kinderen in de basisschoolleeftijd.